Jongens, wij hebben wacht. Ik heb het nog niet zien. Welkom weer zo bij een nieuwe dag vanuit Dubai, onze allereerste echte dag. Hey, kijk eens even hoe netjes Rick het bed hier zo heeft opgemaakt. Doe ik gewoon even voor. Echt een huisvrouwtje ben je gewoon. Dankjewel. Alsjeblieft. Jongens en meiden, dit is dus onze allereerste echte dag hier. Dus wij staan eigenlijk gewoon gelijk op het punt om te gaan. Het is hier super mooi natuurlijk. Het is weer lekker daglicht, vroeg in de ochtend tenminste. Voor ons. Maar wij gaan even lekker wat eten op het strand vandaag. Want we hebben natuurlijk honger en we willen toch hier even wat meer de omgeving gaan ontdekken. Dus, wij gaan naar beneden. We weten trouwens nu dat we ook het pasje van het huis mee moeten nemen. Want gisteren stonden we echt zo aan de deur zo van... Ga open. In ieder geval, een nieuwe morgen. Doe ons een blauw duimpje omhoog op deze nieuwe vlog natuurlijk. En vergeet niet om te abonneren. Ja. Want dan ben ik zo snel mogelijk bij de 1 miljoen. Maar wij gaan nu eventjes een Ubertje halen. Oké, de wan. We lopen buiten en... Oh! Wat een hitte gelijk. Ik heb steeds echt gevoel alsof ik in de sauna loop. Ja, elke keer. Het valt me op dat de taxis hier ook gewoon een stuk luxer zijn dan in Nederland. Want in Nederland heb je gewoon soms echt taxis waarvan je denkt van... Wat is dit? Kijk eens even aan. Eerste dikke auto hebben we al gespot hier zo. Waarschijnlijk gaan we er nog heel veel daarvan zien. Nou, we gaan dus nu naar de Black Tap Bar. Het is een bar die best wel mooi is volgens mij. Je ziet ook hier het gebouw al. Ik bedoel, kijk deze lamp hier. Ik weet niet waar we zijn beland. Wat we gaan doen hier? Ja, we kwamen zo net aanrijden ook met Uber dan. Ja. We waren echt op de grond over die auto aan het schoon. Ja. Dan deden ze de deur van ons open, pakten ze je spullen. Ja, snap je. Welkom. Nou, we kwamen weer naar binnen lopen en iedereen liep echt te pakken. Ja. Kijk hoe wij erbij lopen. Zo, dit is wel een leuk barretje hier. Zo, we krijgen hier even een shake. Is echt bizar. Hoe groot het is. Kijk even, niet normaal. Het plekje waar we dus net even lekker gegeten hebben en gedronken met die reusachtige shake. Ze hebben hier zelfs, kijk. Ze hebben hier hele schattige schildpotjes ook. Ik weet niet of je ze goed kan zien, maar ze zitten hier in het water. Oh, wat cute. Zo schattig. Zo zie je maar, je hebt gewoon overal plekken, overal dieren hier zo in Dubai. Net die reusachtige shake. En nu hier gewoon random schildpadden. Er werd ons net ook verteld dat er gewoon ooit hier zo een leeuw per ongeluk in de stad is vrijgelaten die gewoon over de straten liep. Hoe sta je voor je gewoon een leeuw tegen en ineens zo van, huh? Bij het stoplicht. Gebeurt hier allemaal? Kijk eens even al deze gebouwen hier jongens, het is toch niet normaal? Zoveel. Zo, wij zijn weer terug hier zo in ons appartementje. We hebben net eventjes lekker naar de schildpadjes gekeken inderdaad. Er zit trouwens ook helemaal zand hier zo nu op de ruiten, wat je niet echt heel goed kan zien. Maar we hebben dus een gaaf idee en wat gaan we doen? Rick, jij gaat het vertellen. Oké, ons plan is om dus echt een fucking vette auto te gaan huren hier zo. Ja. Want dan zit je en niet aan je Ubertje gebonden. Ja. En je hebt gewoon een fucking dikke wagen. Ja. Dat is zeker waar. En ik mag erin rijden. Ja. En jij niet. Ik ben geen 21, dus ik mag niet in de auto's rijden hier zo. Dat is dan wel weer een beetje jammer. Maar inderdaad, we willen dus ergens deze dag een hele super, of misschien straks al een hele dikke auto gaan huren. En we hebben ook hele leuke dingen hier gefixt die allemaal nog gaan komen met waarschijnlijk Lamborghinis en zo. Dus, oh, we gaan echt super vette dingen doen. Maar eerst maar even bellen. Ja, oké, doe maar alsof. Rick is echt een pussy. Hij gaat zijn handen wassen nu. Leg maar uit waarom. Nou, misschien omdat ik vieze handen heb. Ja. Nee, Rick heeft gewoon klamme handjes, omdat hij vindt de hoogte zo eng, hij heeft hoogtevrees. Ja. Oh, hij heeft gewoon zweethandjes ervan. Hij kan er niet tegen. Ah, jongetje toch. Ah! Oké, jongens en meiden, ik ben zo hyped. Sorry, ik heb bijna je bril gesloopt. Gast. Oh mijn god, hij is kapot. Gast. Nee, serieus. Ik weet niet, is die kapot? Ja, tuurlijk is die kapot, kijk dan. Ik sprong op je bril. Nice, want thanks. Nee, oké, ik koop wel een nieuwe voor je, ja. In ieder geval, wat ik wil zeggen, we gaan nu de McLaren ophalen. Sorry man, ik ben super hyped. Het wordt inderdaad dus een McLaren, als dat je niks zegt. Ja, super dik dus. Hey, sorry voor je bril hoor. Ik ga hem gewoon op. Ah, ik heb er zin in. Zo, de taxi, oftewel de Uber, is over 3 minuten. Let's go. Jongens, we hebben wacht. Ik heb hem nog niet zien. Oké. Nou, ik wil zeggen, we zijn op de plek aangekomen waar we onze auto dus op gaan halen. Het was een heel gedoe, we hebben veel te veel gezeik gehad net. Maar oké. Rick? Ik ga hem ook even kijken. Zie jij hem al?
Nee, kijk hier. Zie jij hem al? Ik zal hem openklikken. Ga je... Ja, dit is hem, jongens. Dit is... Oh mijn god. Oh, wacht, toch niet. Gast. Is dit ons... Is dit... Oh. Nee, doe normaal. Gedraag je. Zal ik hem starten? Nee, ga jij hem starten? Echt? Ik ben een jongetje, ik weet het. Gast! Bizar dit! Ai, ik ga mijn tas hierin doen. Hoppakee. Oh, ik loop helemaal naar voren, want we willen natuurlijk geen schade maken hierop. Dus we gaan even heel de parkeergarage netjes uitrijden. Het is heel krap ook hier. Wat is die sexy? Zo. We zijn terug in onze eigen parkeergarage. Oké, wij zijn allebei op dit moment heel erg gestrest. We dachten echt dat we de auto gewoon kapot gingen rijden. Maar we zijn gelukkig veilig in ons appartement aangekomen, of tenminste in het gebouw. Je bent helemaal stil ervan, man. Nee, echt. Oh. Dat is wat ziek gewoon. Zo! Nou, zoals ik al zei, we zijn dus terug hier in het appartement. Het is echt heel ziek wat we natuurlijk allemaal gedaan hebben. Het is al heel snel donker, had ik al gezegd. Het is nu bijna 7 uur of zo. Maar in ieder geval, tijd om weer terug te gaan. En we gaan even lekker wat boodschapjes doen. En we hebben een leuk idee, maar dat gaan we straks wel vertellen. Lekker restaurant. Jongens en meiden, als YouTube ooit nog beter gaat bij mij, dan ga ik gewoon dit kopen. En dan ga ik jullie allemaal heel erg ervoor bedanken. Want dat doe ik sowieso al natuurlijk altijd. Ik ben altijd jullie heel erg dankbaar. Maar dit is toch een droom voor elke jongen en meisje. Ik bedoel... Hoppakee. Wow! Jeetje! Sta je dan in de file met je dikke waggy? Heb je er nog niks aan? We merken wel dat het echt niet normaal druk is in de stad. Okay. Jongens, kijk hoe we rijden zo... Nee joh, dit is het dak. Mooi. Oké, we dachten dus bij het stoppen, we gaan even het dak open doen. Het probleem is dus... Dat je moet stilstaan. Je moet stilstaan als je het dak open doet. Dus nu rijden we zo. Oei. Oh ja, daar gaat hij. Oké. We zijn safe. Waar ben je nou allemaal mee bezig, Rick? Wat ben je nou allemaal aan het doen? Every to the face, fuck, I need a take a break. Wait, but don't be cool. Money's to be blue. Ik voel me best wel gangster in deze auto, maar eigenlijk zijn we echt van die twee simpele Nederlandse jongetjes. Zo, hey, anders loop je even mijn camera. Oké, jongens en meiden, we hadden dus een plan. Wat we gaan doen, we zijn hier bij de Mackie. En wat we gaan doen, we gaan dus met deze sportauto door de Mackie. Dat is gewoon een ding wat je ooit in je leven moet doen. En dat kunnen we nu gewoon doen. Dus, je ziet het al, de Mac is daar. En wij zijn hier. Oh! Dit is gewoon next level Mackie gaan. Een quarter pounder menu. Doe mij maar een quarter pounder menu. Menu. Quarter pounder meal? Ja. Oké, drinken. Milkshake vanille. Milk. Cola. Yes. Lime. Yes. Curry. Mac chicken menu. Hij is heel nog harder, Rick. Cola. Fanta. Fanta. Hey. Thank you. Je moet schreeuwen omdat ze je niet verstaan door de motor gewoon. Neem het alleen in Twente af. Daar gaat hij hoor. Zijn deurtje staat gewoon lekker open. Hi! Ja. Zo. Oké, één keertje. Wow! Grappig dit. Hij vroeg of we expres even gas konden geven. We gaan even lekker eten. Quarter pounder hier zo. Frietjes. Met chicken. Ja man. Deze zak paste niet meer in de auto, dus daarom moesten we hem even ernaast zetten. Besef eventjes hoeveel lichtjes ze hier zo hebben in Dubai. Alleen maar lampjes. Allemaal lampjes en lichtjes en meer niet gewoon. Oh, wat een stilte gelijk. We hebben hier nog even lekker wat boodschapjes gedaan. Even lekker wat brood gehaald, zodat we morgenochtend gewoon in het huisje kunnen ontbijten of het appartement. Dan hoeven we niet steeds helemaal ergens naartoe. Terug in ons mooie plekje hier. Voelt ook wel weer goed. Lijkt net alsof dit allemaal schermen zijn, alsof dit allemaal nep is. Jongens en
jongens en meiden, ik vind dit weer een hele mooie plek om de vlog af te sluiten. Wij gaan lekker slapen hier. Ja, weer in ons bed. Ik kan hier echt van blijven genieten. Het is niet normaal met alle lichtjes. Jongens en meiden, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Doe nog eens de blauw duimpje omhoog. En vergeet niet om te abonneren op mijn kanaal.